welkom bij deze video. Wij gaan drieklank omkeringen doornemen. In dit geval van A-mineur. Als je ze weet, weet je ze eigenlijk van elk akkoord gaan schuiven. Je akkoord, een A-mineur akkoord, bestaat uit drie noten. Dat is A, C, E. Dat is de eerste noot, dat is de A, dat is de grondtoon. De derde noot, dat is de C. En de vijfde noot, dat is de E. Je kan ze ook op één snaar spelen. Dan speel je dus de A op vakje 5 op de eerste snaar. Dan heb je hier de B, dat zou de tweede noot zijn. Maar die moet je niet hebben. Moet je de derde noot hebben, dat is C. Dus dan speel je grondtoon, kleine terts. Vakje 10 zou de D zijn, dat is de vierde noot, die heb je ook niet nodig. Dan heb je vakje 12, hebben we de E nodig. Dat is je kwint. Dus we spelen grondtoon, kleine terts. Dat is de noot die het akkoord mineur maakt. En kwint. Kwint is je vijfde noot. Grondtoon, kleine terts, kwint. Die drie noten die kan je ook bij elkaar spelen natuurlijk. En dan speel je een akkoord. Zo speel je de noten los. En zo bij elkaar. Hier zit weer de grondtoon. Dat is handig om te weten. Hier zit vakje 5 op de derde snaar. Zit dan weer de C. Die hebben we hier vandaan gehaald. 1 octaaf lager. En hier zit de E. Die zit daar ook. Maar die zit hier ook 1 octaaf lager. Dus, oké, we gaan ze niet allemaal zo doornemen waar de noten exact liggen. Maar je ziet dat je dat bij elkaar kan brengen tot een drieklankje. Je speelt met je wijsvinger plat, vijfde positie, snaar 1, 2, 3. We gaan de drieklanken sowieso spelen op snaar 1, 2, 3. Dus dit is je grondligging. We gaan door naar de omkering hiervan. Dan spelen we vakje 8 op de eerste snaar, vakje 10, tweede snaar, vakje 9, derde snaar. Voor de meeste herkenbaar als de D-mineur greep, maar dan opgeschoven. Dus we hebben dan eerst deze, grondtoon eerste snaar, grondtoon tweede snaar. En hier hebben wij de volgende ligging. Vakje 12 wijsvinger, 13 middelvinger, ringvinger vakje 14. En omdat het akkoord uit drie noten bestaat, heb je drie omkeringen, dus drie vormpjes. Dan gaat hij hier weer overnieuw 1 octaaf verder. Dat is het octaaf van deze. Vakje 17. Nee, 3. En de grondtoon bij dit, het derde vormpje trouwens, zit op de G-snaar. Als je deze vormpjes leert, is het wel heel handig om te weten waar de grondtoon zit. Anders kan je er verder zo weinig mee. Dus hier zit de A, grondtoon. Hier zit ook de A, grondtoon. Hier zit de A. Wil je ze bijvoorbeeld dan op een ander akkoord spelen dan bijvoorbeeld D, en je zou weten dat hier een D zit, dan kan je gelijk je akkoord daarop loslaten. Hier zit dan een D. Nou, de volgende D wordt een beetje hoog. Nou, dan deze. En die kan ik hier spelen. Want hier weer de D zit. Het gaat misschien een beetje snel, maar je moet dus wel weten waar de grondtoon zit. Pas dan kan je daar straks mee gaan puzzelen. Oké, goed. Dit is wel heel belangrijk eigenlijk, vind ik, om deze drieklanken te leren. Omdat je daar heel veel mee kan. Ook met het spelen van akkoorden, maar ook voor het spelen van solo's. Omdat je dan bij je solo's door de akkoorden heen kan spelen. In de volgende video gaan we, dit was de mineur variant, gaan we de majeur variant doornemen. Dus op naar de volgende video dan. Tot ziens!